Yo, kijkers van Watcher, welkom vandaag bij deze nieuwe Bouwtutorial. We zijn hier vandaag met Leon, oftewel Leon, a.k.a. Notkamp. Ja, en we beginnen met een desert huis te maken, a.k.a. Kratiumstijl. En ja, dat zijn al te veel a.k.a.'s. We zijn hier met de layout, oftewel de setup voor het huis. Het is een beetje een rond huis. Misschien dat je in deze tutorial deze hoek niet echt geweldig mooi gaat vinden, maar ik vind hem het beste bij passen. Nou, we beginnen gewoon met alles vier hoog te maken en uiteindelijk alles met elkaar in verbinding te maken. En dan heb je in ieder geval al de layout van, het skelet gebouwd van je huis. Het is dan nog niet echt zo spectaculair, maar het is gewoon een begin. Uiteindelijk krijg je ook meer een dakvorm in dit huis. Het wordt niet echt een plat dak zoals je zou denken bij je Nava-stijl. Het is gewoon een normaal huis. En je zult wel zien dat je al best wel een ronde vorm krijgt. Je hebt een klein dakterras erbij. Je kan er nog wat decoraties bij toevoegen, zoals met een beetje bloemetjes of van die doeken waar je onder kan zitten, waardoor de schaduw opvalt. Of als gewoon iets om tegen de zon te weren. Nou, vervolgens zul je zien dat wij hier dit stuk al hebben gemaakt. Nou, dat is al flink wat. Maar nu gaan we beginnen met de bovenste etage. Nou, kijk, dat doen we zo. Maken we deze vier hoog. Maken we deze vier hoog. Maken we deze vier hoog. En dan ga je zo door totdat je bepaalde punten alles vier hoog hebt. Het is op zich krijg je daar ontstaande nog wel lepe dingen uit. Deze kant gaan we wel de achterste zo doen. Dat we die dan vier hoog maken. Deze worden ook allemaal vier hoog. Het is allemaal vier hoog en uiteindelijk verbinden we alles weer met elkaar. Dan zul je zien dat hier een open plekje komt. Hier komt dan een... Oh, sorry mensen, ik heb het iets verkeerd gedaan. Deze halen we toch weg. Want we gaan niet een zo of we gaan niet een... Kan je de etage gewoon weer verder werken. Maar ik wil op zich hier ook wel een dakterras. Dus dat doen we dan toch maar zo. Kan je hem dan wel gewoon doortrekken. Dan heb je een iets groter dak ding. Maar ik vind op zich gewoon dit het mooiste. Want dan heb je eigenlijk gewoon meer openheid in je huis. Uiteindelijk heb je dan hier nog een mooie ronde vorm op dan dat stuk daarachter na. Dat zul je dan zien dat dat toch wel anders is. Maar uiteindelijk zie je dat de vorm van het huis nog wel heel erg vet wordt. Ja, zo zie je dat je dit hebt gedaan. Dan gaan we gewoon even heel simpel... Gaan wij gewoon dit even vullen. / veel 5.1.20. En dubbele punt, sorry mensen. Beetje amateuristisch, maar dat boeit niet. Kijk eens. Nou, dan zie je dat dit ook gevuld is. Je kan het ook met slabs doen, waardoor je dan mooiere ruimtes krijgt. Ik doe het dan wel, maar dit is gewoon even voor de episode, dat het dan wat makkelijker te vullen is. Kijk, dan maak je hier nog een extra paal. En je maakt hier nog een extra paal. En wat je dan vervolgens doet, je zet dan hier ondersteboven stairs tussen. Waardoor je hier eigenlijk dan het dakterrasje krijgt. Nou, dan leggen we hier slabs op. Tada. En dat doen we ook bij dit stuk. Op de hoekjes maak je ze dan even eentje hoger. Waardoor het lijkt dat daar de versteviging zit. En ja, hier, dit hoeft dan niet. Nou, dan gaan we het dak doen. Dat wordt het anders, want we gaan hem meer vullen met iets wat ertussen zit. Dus je gaat telkens, laat je hem toenemen met eentje en dan... krijg je een soort van trapvorm die dan uiteindelijk samengevoegd wordt. Nou, dan zie je dat hier is. Dat doe je hier, doe je dat dan ook. Deze zullen dan korter worden, maar uiteindelijk is de vorm gewoon nog hetzelfde. Het sluit gewoon aan. En ja, hier ook weer, als het goed is. Of, nou, weet je wat mensen, ik vind het toch misschien mooi dat we dan hier ook gewoon zoiets gaan creëren, maar dat dit dan gewoon een balkon blijft. Dus dan gaan we gewoon, of dit geen balkon wordt, maar dat het gewoon, zo gaat doen. Dus dan hebben we dat weggehaald en dan maken we het hier ook gewoon weer. Maar dan laten we het eigenlijk gewoon dat je hier dan niet op kan lopen. Het kan het natuurlijk wel doen dat je dan allebei de kanten erop kan lopen, maar op deze manier zo. Maar ik ben er persoonlijk niet echt een fan van. Maar wat we dan gaan doen, dan gaan we gewoon hier ook weer het trapje maken. Zo. Ik vind het wel een beetje een leuke vorm. En dit is voornamelijk
doen veel mensen dit ook met een bank. Als ze dat gaan doen, dan krijg je zo'n soort vormen in. Niet een bank waar je op zit, maar gewoon echt een bank waar je geld kan deponeren. Ja, en dan krijg je dit. Dus nu gaan we het dak maken. Dat doen we door middel van, ja, eerst toch hier op de puntjes nog slabs te doen. Dat is gewoon wat mooier nog. Maar dan doe je hier zo. En dan laat je hem gewoon eigenlijk telkens onder de slabs doorlopen. Dus telkens eentje eronder bij alle stukjes, bij alle hoekjes. En uiteindelijk heb je dan dit een rondje gemaakt. We zijn er bijna. En tada, dan heb je dit eigenlijk als een rondje door laten lopen. Nou, wat je doet, de hoogste verbind je met elkaar. Dan trek je deze door. Die zul je net zien dat die net niet tot hier komt. Dus dan trek je deze ook door. Zo. En dat doe je ook hier. Oh. En vervolgens kan je deze dan ook gewoon weer doortrekken tot aan het midden van het dak. En dan blijf je het dak gewoon op deze manier vullen. Zo. Doorlopend. En dan heb je nu al een kwart. Nou, dat gaan we hier ook doen. Nou, moet je maar zien. Op een gegeven moment dan heb je nou hier de helft. En dan heb je hier ook nog wat. Nou, weet je, jullie vragen je zeker ook af van, Leon, waarom gebruik je hier spruce wood mee? Nou, ik vind spruce wood vind ik op zich wel mooi staan bij sandstone. Je kan het ook gewoon doen met oak wood. Maar ik vind huisjes vind ik gewoon zelf mooier met, ja, gewoon spruce. Nou, het dak is nu af. Zoals je kan zien, het is nog niet echt spectaculair. Je kan het op zich ook wel een plat dak doen, maar ik denk van, laat het maar gewoon zo doen, want dan lijkt het wat beter gevuld. Nou, je kan het ook gewoon nog opvullen op deze manier. En dat je hier dan een smooth stone in doet en dan hier tussen nog een paar hekjes. Dat decoreert dit mooi af. Nou, hier kan je niet echt veel mee, dus ik zou dit gewoon zo hebben gevuld met een spruce wood slab. Dit kan je ook gewoon weer, net zoals aan de voorkant, kan je hem gewoon weer vullen. Gewoon dit doen en ja, je kan het op zich ook wel dat je het zo kan doen. Maar ik vind met die hekjes dat er dan wat meer steun in je huis zit. Of in je dak. En dat vind ik op zich wat mooier. Nou, vervolgens hebben wij nu het dak af. Echt alles waar je op kan lopen is er ook gewoon afgedekt. En nou gaan we beginnen met de muren. Nou, jullie denken van, nou, de muren. Nou, hier maken we dus gewoon de ingang. Dan maken we dit een soort van, gaan we dit vullen met sandstone, maar we willen wat meer dieptegang erin brengen, dus dan vullen we hem op deze manier op. Dan zetten we gewoon een chiseled sandstone hierbij, dan doen we hier een slab en hier een slab en dan heb je op zich wel een mooie hoek. Nou, dit kan ook gewoon heel makkelijk. Je doet hier gewoon een smooth sandstone, daarop zet je gewoon een normale sandstone en daarop een sandstone ster. Nou, op mijn manier doen we hier dan gewoon een trapdoor tegenaan en dan vullen we dit zo op. Dat het zo mooi gevuld is. Nou, dan kan je hier nog hekjes in doen. We gaan hier ook niet met glas werken, want dat past er niet echt bij. Het zijn gewoon hekjes. En dan vullen we deze ook gewoon weer op die manier op. Gewoon meer dieptegang erin brengen. Vervolgens een chested stones of stone block. Of stone, ja, gewoon sandstone. En ja, dan kom je hier weer uit bij dit stuk. Gewoon, ja, we gaan het even gewoon op deze manier doen, dat het toch wat sneller gaat. Zo. Deze. Ik kan hier ook gewoon nog hout bij gebruiken, maar ik denk van als je meer in de zandwoestijn hebt, dan kan je niet echt andere materialen gebruiken in survival dan. En dan wil je meer gaan doen met zandsteen. Nou, dan denk ik ook dat zandsteen gewoon wat makkelijker is om zo te gebouwen. Ja, je hebt er wel wat hout in, dat kan je ook gewoon met sand doen of met kobbel, maar dat maakt het niet echt mooier. Je kan het beter gewoon met hout doen. Hout decoreert het toch wat beter af. En ja, dat doen we gewoon deze. Huppakee, zo erop. En vervolgens heb je gewoon nog een stuk muur. Nou, je ziet al dat er meer vorm komt in het huis qua muren, design en qua gewoon het geheel. Dan lijkt het gewoon wat vetter. En dat vind ik ook altijd mooi aan deze huisjes. Nou, de binnenkant is altijd gewoon weer wat aparts. Dat kan je gewoon zelf bepalen door middel van hoe je het in gaat richten. Ik heb het huisje al iets van 2 keer gebouwd. Samen met Rick. Ik heb hem zelf wel ontworpen. Maar ja, het is toch wel iets gewoon wat, er, ja, wat het gewoon afmaakt. Je kan het beste gewoon huisjes hebben in de woestijn. Want zolang ze in de woestijn zitten of dat je een stad wil bouwen, kan je best gewoon een mooie stad maken. Nou, kijk, dan zijn we bijna rond
Het is een beetje een vervelend werkje om gewoon die muren te doen. Oh, dat vind ik even een klein stukje weg. Maakt maar niet uit. Doe hier weer gewoon wat vensters tussen. En hier doen we gewoon wat sandstone. Nou, die sandstone vult het dus mooi weer aan. Chisel sandstone. Slap en slap. En dan doen we dat hier ook weer. Maar zoals ik al verteld had, dat ik deze hoek ook persoonlijk niet echt mooi vond. Maar op zich sluit het er wel op aan. Je kan hier misschien ook wel wat anders doen. Maar ik denk van voor het gemak dat dit er ook wel gewoon wat steviger uitziet. Dus dat je dit ook gewoon wil laten. Ik denk dat ik het heel snel weer slash D ga maken. Want anders... Oh, het was al dag. Ik had het gevoel dat het dag werd. Ja, boeien. En deze doen we zo. Deze. Op deze manier. Zo. En tada. Volgens mij zijn we nou rond. Oh nee, dit kleine stukje nog. En dan hebben we de hele buitenkant gefixt. Da. Nou, de onderkant is nu af. En nou wil je dus eigenlijk nog boven wat gaan doen. Nou, boven is op zich wel simpel. Plaats hier twee stairs. En dan daartussen weer een fence. Dat kan je bij alle 1 of 3 op 1 stukjes doen. Nou, dan heb je deze muur alweer af. En dan zie je eigenlijk al dat de voorkant er al zo een beetje uit komt te zien. Je kan hier nog voor gewoon wat tafeltjes maken met wat bloempotjes erop, wat het wel gezellig maakt. Of dat je hier aan de zijkant een trapje omhoog laat, zo op deze manier. Oh. Ja, ik kan het nou even niet doen. Ja, kijk, op deze manier dat je hier dan nog naar boven kan. Je kan hem ook gewoon naar binnen maken. Het is maar wat je wilt, maar het is wat meer Arabische stijl dat gewoon overal die trapjes lopen. Nou, deze stukken kennen we wel, die gaan we gewoon hetzelfde laten, want... Ja, voor die hoekstukken is er niet echt veel variatie. Nou, dat vind ik dan persoonlijk. Andere mensen kunnen een andere opinie daarover hebben, maar dat is aan die mensen zelf. Je moet er gewoon trouwens mee doen wat je er zelf mee wil doen. En daar sta ik gewoon buiten van. Dus, nou, kijk. Het begint er al wel vet uit te zien. En dan doen we dat nog even hier. Ja, dit kan je ook gewoon... op een best wel simpele manier doen. Je zet hier gewoon nog even een rijtje tussen en dan doe je gewoon dit zo. Het gaat nog best wel snel. Je zult nog wel zien, het is nog wel een beetje kaal. Je kan het op zich ook wel gewoon mooi maken door er gewoon wat extra veel van die trapdoors tegenaan te zetten. Dat decoreert ook wel af, maar de laatste tijd ben ik wat minder van de trapdoors. Omdat het meer een soort van aflatingsbron is van, ja, weet je, ik heb niks anders voor die plek. Laat ik dan maar gewoon een trapdoor plaatsen. Nou, dat vind ik de laatste tijd dus een beetje jammer geworden. Maar alsnog, het wordt wel vet. Zo heb je dit huisje nu gewoon helemaal bijna af. Nou, de hoekstukjes kennen jullie denk ik wel inmiddels. Het is niet al te moeilijk. Het is best wel een simpel huis om te maken. Het is natuurlijk niet Nordic, waarvan je de daken echt met moeite soms maakt. Ligt er ook aan wat voor Nordic huisje je maakt. Maar alsnog, dit is wel aardig simpel. Nou, nu zijn we eigenlijk rond. Dit is eigenlijk het huis. Wat je nog dan wel kan doen is hier dan op de hoekpuntjes het afmaken met wat trapdoors. Dat het toch wel wat steviger lijkt in die hoekpunten. Zo hier, hier, hier. Oh, die niet. Moet je maar zien, dan heb je toch wel iets meer in je huis zitten dan wat je eigenlijk verwacht had op het gebied van hout. Je hebt dan niet echt alleen maar zandsteen, maar je hebt ook al wat hout erin verwerkt. Zoals je ziet, dit is hem eigenlijk dus geworden. Dit is je huis. Ja, de decoratie eromheen, dat moet je echt gewoon zelf verzinnen. Ik heb zelf nog niet echt idee van hoe ik dit op zijn eigen ingang richten. Dus daar moet ik nog een keer mee komen. Misschien komt het in een latere video. Maar alsnog, even nog een extra verhaaltje over het bouwteam. We worden nou ook gevraagd al voor kleinere opdrachten van mensen die echt hulp nodig hebben. We zijn op het moment ook heel druk bezig met King Wars. Want daar gebeurt de laatste tijd ook veel op. We hebben bijvoorbeeld een map, hebben we een update van gehad. Ja, en mensen van Aloris zijn ook weer druk bezig aan het bouwen. En die hebben soms ook wel hulp nodig met bouwen, dus die moeten we gewoon dingen gaan leren. Ja, er gebeurt gewoon veel, dus ook vandaar wat minder bouwtutorials. Ik probeer gewoon nog wel om de 2 dagen een GTA te doen. Want dat vind ik zelf ook leuk. En ja, willen jullie zelf dus ook nog bij het bouwteam?
Je kan gewoon in de comments zeggen van wat je ongeveer hebt. Ik wil op zich wel contact met je opnemen met Skype. Gewoon om te kijken van wat voor bouwen ben je, wat voor stijlen kan je. Het is dan niet echt dat ik echt slechtere bouwers zoek of zo. Want ik wil gewoon op zich goede bouwers van het team die gewoon deze stijl wil kunnen maken. Als jij nou zegt van ja, ik kan wel bouwen, maar ik kan dit huis wel niet eens maken. Ja, dan denk ik eigenlijk ook wel een beetje van jammer dit, weet je. En dat vind ik altijd wel jammer. Ja, ik zeg wel te veel jammer. Maar jullie begrijpen me wel, mensen. Dit was het huis. Doe even een duimpje omhoog als je dit huisje ook gaat bouwen. Of dat je hem echt gewoon hartstikke mooi vindt. Ja, en laat ook even een reactie achter van wat je de volgende keer wil zien dat ik ga bouwen. Ik ga proberen verschillende soorten dingen nog te bouwen in sandstaal. Maar op een gegeven moment houdt het ook gewoon op. En dan ga ik bezig aan de grotere gebouwen in Let's Builds. Dus ja, houd het kanaal in de gaten. En tot de volgende tutorial. Later, mensen. We'll be right back.